Hallo amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier bij Ons Games. Vandaag gaan we verder met ons avontuur hier in Everybody's Gone to the Rapture. Oh yeah, come on now. Daar hou ik het bij voor vandaag. Ik heb geen idee voor de intro. In ieder geval welkom bij een nieuwe aflevering van Everybody's Gone to the Rapture. Ik wil jullie graag hartelijk bedanken voor de reacties van de vorige video van deze serie natuurlijk. Want het zijn er superveel en ook super bedankt voor heel veel duimpjes en heel veel likes natuurlijk. Laten we vandaag het weer proberen, dus druk u eventjes op die like knop. Natuurlijk doen we ook eventjes de reactie van de dag. En vandaag is de reactie van de aflevering. Van de vorige aflevering, die behandelen we dan even voordat we beginnen met de nieuwe aflevering. En dat gaat over het verhaal wat er in de vorige aflevering is gebeurd. En dan kunnen we eventjes met elkaar kunnen we het erover hebben. Dus, deze reactie is van Judith Gest en de reactie is: misschien is het radioactief. En daarom zei die man in de vorige aflevering, dus in aflevering 1, dat het in de telefoon zat. En er werd in deze aflevering gesproken over stroomkabels en het licht. Misschien komt daar straling vanaf. Ik vond het een hele goede theorie. Ik vond het een hele supergoede theorie. Want er was ook gezegd, natuurlijk in dat schoolgebouw. Daar moest ik net eventjes opnieuw spelen, maar daar hebben jullie geen last van. Daar werd natuurlijk gezegd, ze denken dat het een griep is, maar ook weer niet. Want er was een man die zit al jaren hoe heet het nou? Die verdiept zich meer in griep en alles. En het kan geen griepje zijn. En heel veel oude mensen gaan dood. Dus die zijn niet zo sterk ervoor misschien. En er zijn heel veel koeien dood. Dus het moet iets in de lucht zijn. Of het kan niet een oorlog zijn of zo met geweren en alles. Dat kan het niet zijn. Dat weten we nu ook wel. Maar het kan wel radioactief iets zijn. Want hier, ja, ik weet niet ook wat je hiermee moet. Ik zet jou gewoon even uit. The light is flowing like liquid. Hier, als vloeistof. Dit hadden wij vorige keer ook al geluisterd, dus ik ga eventjes door. Want we gaan even bekijken naar dit huis. Naar dit landgoed. Hier zo. Even kijken of we hier iets kunnen doen. Kunnen we naar binnen? Quarantaine. Do not attempt to leave. You will be detained. Do not attempt to telephone outside your local area. Hier, weer iets met de telefoon. Er is hier iets met de telefoon, jongens. Het bezielt me niet echt heel erg fijn. Hoeveel is dit voor geluid? Wow, hoorden jullie die muziek of zo? Dat is wel gek. Oké, vandaag wil ik denk ik naar de kasteel gaan. Maar ik zag ook, daar kwam ik net achter, een huisje achter bij de school. Als jullie het leuk vinden, kunnen we daar volgende keer heen gaan. En dan gaan we nu hier bij het kasteel even kijken. Well, loaves and fishes we can manage, but garden design is a little bit. Might I have a word? Mrs. Boyles, of course. Meg, will you excuse us, please? I'll see you back at Charlie's later. Cheerio, Wendy. Wendy, cheerio. I was speaking to Barbara. She said there were some irregularities about Mary's morphine. Good grief. I mean, those are private medical records. Barbara should know better than to be discussing that sort of thing with you. Oh, if jeetje. Dr. Wade finds out, he'll have no choice but to suspend her. Damn it, Wendy! Your Wendy, what do we now? Mary was sick for a long time, and I'm glad it's over for her. Go and support Frank. He needs you now. God knows what you did. He sees. I just pray you can overlook Mary's weakness, but you, a man of the cloth, if you have an issue with bring shame on this parish. If you have an issue with me, I suggest you write to the bishop of the diocese. I have parishioners to attend to. Excuse me. Oké dan. Dat vond ik een beetje vaag. Er was iets met dossiers van een ziekenhuis of zoiets. Iets dergelijks daarvan. Dat iemand iets heeft gekloot met iemands morfine. Als ik het goed heb, ja, weet je, die tekst gaat allemaal zo snel. Ik moet ook goed opletten natuurlijk. Ik moet voor jullie ook de camera laten zien wie praat natuurlijk, hè. Ik moet alles weer doen, hè. En wat zitten jullie weer te doen? Jullie zitten op jullie luie reet. Nee, ik ook. Ik zit ook gewoon op mijn luie reet. Oké. Ik weet niet of jullie dat in beeld zien staan, maar opeens komt hier iets in beeld van dat iemand online gaat bij iets. Ik weet niet of jullie dat in beeld zagen, maar als jullie dat niet zagen, dan is het alleen maar beter. Er ligt hier een random kruk. Dat noemen mensen een kruk. Weet je, je kan zitten op een kruk. Je kan een kruk dragen. Dus oké, kan ik hier naar binnen? Oh ja, we kunnen dat zeker weten. Mag deze ook even openen? Dank u wel.
Even kijken. Het is hier best wel donker. Dus als jullie even wat niks kunnen zien, dan hebben jullie heel eventjes pech. Want voor mij is het ook donker. Haha. Oké, even kijken. Oeh, het lijkt net een... oh nee, ik wilde zeggen trouwerij, maar het lijkt geen eens op een trouwerij. Ik wil even kijken wat hier is gebeurd. Komt hier nog een verhaal? Nee? Ik dacht even serieus, er komt nu een verhaaltje hier of zo bij de kerk. Denk van, wel hartstikke leuk, wel lachen. Kijk nou, die kaarsen. Dat is wel een heel grappig vuur of zo. Of zo, wie wil er nog een heilige bijbel? Iemand? Niemand? Oké, dankjewel. Mag ik naar buiten alsjeblieft? Oh, ik moet gewoon weer via die deur. Oké. Nou, er is hier dus letterlijk helemaal niks. Ik heb ook niks kunnen vinden of iets dergelijks. Dus als jullie dit spel ook spelen en jullie zijn hier al heen geweest. Oh, ik kan ook misschien daarheen. Kan ik hier nog langs? Nee, nou, dat is ook gewoon een uitgang. Als ik iets heb gemist hier, laat me eventjes weten. En misschien kijken jullie dit ook wel bij een andere YouTuber misschien, deze serie. Laat me het eventjes weten. Het is trouwens de Sint-Huberts kerk. Sint-Huberts. Echt wel. Zo, hé. Hey. Sint-Hubert staat klaar voor jou. Oké. Maar ik wil even kijken bij deze deur. Kon ik je ook naar binnen? Wow, soms loop ik echt super snel. Ik weet niet hoe dat kan. Maar soms loop ik echt zo snel. Hier, nu loop ik best wel snel. Dat is echt insane. Dat is echt weird. Kijk, ik wilde nu naar dat witte huisje gaan. Misschien kunnen we dat nu nog wel even doen. Want er is letterlijk helemaal niks in deze kerk. Wat ik best wel raar vind. Oh, ik hoor wat. Ik hoorde zo'n herinnering voorbij vliegen. Ik weet niet of jullie dat hoorden, maar... Ik hoorde dat echt. Kunnen we niet in dat torentje? Ja, nee, daar ben ik ook, daar heb ik ook al gestaan. Nou ja, oké, er is hier nu dus niks. Misschien kunnen we hier nog op een andere dag even terugkomen. Maar dan wil ik nu eventjes naar dat witte gebouwtje gaan. Moet ik nu helemaal omlopen? Oh, jongens, ik zie daar zo'n straal. Oh, hij gaat naar het witte huis. Ja? Hij gaat naar het witte huis? Ja, hij gaat naar het witte huis. Dan gaan we ook naar het witte huis toe. Ondertussen. En dan... oh, nu gaat hij weer weg daar. Kijk, hij leidt me er naartoe, jongens. Hij zegt van... Roy, sodemieter op. Jij gaat nu daarheen. Oké. Ik wil nu dat hij, dat ik even gewoon om kan lopen. Want is hier letterlijk helemaal niks. Er staan alleen wat kaarsjes aan. Ik vind het hartstikke schattig. Maar ik wil nu door naar het witte huisje. Oké? Ik vind het best. Shepherd's Walk. Oh ja, trouwens, als je nog, ja, iets weet of iets dergelijks. Oh, hier is nu ook wat opeens. Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Hey, hallo. Hallo, waar ga jij heen? Die dingen, ik vind het wel een beetje vaag. Maar dat ze het weggaan en zo. Gebeurt nu hier wat? Of niet? Gaat hier nu wat gebeuren? Jeetje, ik word gek van die dingen. Nou, de ballen hoor. Ik ga gewoon doorlopen. De ballen. Zoek me lekker uit. Dag hoor. Dag. Nou, misschien leidt hij me ergens anders heen. Maar ik ga nu eerst naar dat gebouwtje. En dan moeten we hier eventjes weer doorheen bij de school. Om er heen te gaan. Want, ja, ik kwam hier natuurlijk hieruit. En dan kon je naar dat witte huisje gaan. Maar wij wilden graag naar het kasteeltje. Terwijl er helemaal niks was. Ja, bolletje. We gaan naar het witte huis, joh. Rustig aan, jongen. Hoppa. Hey, rustig aan. Hoe noemen we die bolletjes? We noemen ze... Ja, ik moet nog een naam voor hebben, hoor. Ik moet nog een naam hebben voor die bolletjes. Als jullie het nou even leuk verzinnen, een naampje ervoor. Dan vind ik het best. Oké, ik ben er nu, meneer. Hallo. Waar lijnt je me nu nou weer naartoe? Naar de ik kan naar binnen. Ik kan helemaal naar binnen. Oh, moet ik nu weer bewegen met dat ding? Of niet? Dit was vorige keer. Nou ja, hij blijft hier hangen. Meg? Oh, kijk nou. Meg, are you here? Nee. Oh, iemand komt hier binnen. There are too many empty houses tonight. Most of the village is gone now. Oh nee. My head's killing me. Have you listened to the phones? No, I thought they were all dead. There's a strange kind of static now. I think I heard numbers in it. It sounded like the American woman. Oh, dat heb ik ook gehoord. She's still alive. No one's seen her. Is Charlie back? Not yet, no. I'm sorry.
That's all right, Father. Listen, you go on ahead. I'll just rest here a little longer. Sleep well. Okay. Die vrouw wilde de telefoon oppakken en hoorde een Amerikaanse vrouw. Dat hebben we ook gehoord, zo van 1-0-1-8-0-1, die dingetjes. Hallo? Hier, telefoon. Hier, die vrouw. Die vrouw hoor je steeds. En dat is dus, ja, ik weet niet, dat hoort iedereen. En iedereen denkt ook dat, of nee, die man, die dacht dat de telefoon dus helemaal dood was. Dus dan bedoelen ze zo van dat hij het niet meer doet. Hier kan ik nog heen. Oh, mooi. Het is een leuk huisje dit, jongens. Oh, kijk nou. Oh, hier is ook helemaal niks. Zie je, er is iets met van radioactieve golven is er iets mee. Maar wat zie je? Wat zie je op het beeld? Je ziet een soort gebouw met een poort, zie je? En je ziet het niet echt heel goed. Nou ja, oké. Hier hebben we dus ook niks aan. Ik kan ook niet naar die kamertjes. Dus we hebben ook niet heel veel hier aan. Dus ik ga weer gewoon lekker naar beneden. En dan even kijken of er nog meer is. Volgens mij is er nog wel meer ruimte. Hier, we kunnen hier nog even heen als het lukt. Nee, dat kunnen we niet. Oké, nou dan gaan we gewoon hier weer weg. Oké, dus er is iets echt met de radio. Waar we nog achter moeten komen. Ik liet een boertje van binnen. Dat was een beetje raar. Oké. Ik wil eventjes kijken of we hier naar binnen kunnen gaan. Nee. Nee, dat ding is gewoon dicht. Oké, dat ding is dicht. Oké. Misschien kunnen we in dat schuurtje. Kijk, dat schuurtje ziet eruit zo van, ja, kom maar hierheen. Jij ziet er gezellig uit, denkt hij, dat schuurtje. Hij denkt, ik wil wel even dat er iemand langskomt. Maar nee, hij is op slot. Kunnen we wel hierheen? Nee, ook niet. Oké, nou, gaan we even bedenken waar we heen zouden kunnen gaan, jongens. Ik denk dat we gewoon eventjes gewoon verderop gaan lopen. En dat we dan gewoon even, gewoon even uitzoeken waar we heen zouden willen gaan. En dan gaan we daarna de aflevering denk ik weer afsluiten. Maar nog niet weggaan, want er kan nog heel wat gebeuren. Wat misschien heel erg nodig is voor ons verhaal. Dus, ik ga even kijken. Misschien kunnen we hier nog wel wat vinden. Bij de trekker. Bij de tractor. Oh, ik hoor weer een radio, jongens. Ik hoor weer een radio. Ja, 08. 08, mondje dicht. I've been recording the pattern for 3 hours and so far have accumulated over 3 megabytes of binary data. The pattern does not, at this point, seem to be part of any recognizably closed loop, but there remains symmetry, despite the conflicts. Oké, dat was een beetje vaag, maar die Kate is ook een beetje vaag. Dus daar kan ik ook niet voor aandoen. Ha! Die Kate is gewoon een beetje gek, joh! Snap er helemaal niks van! Oh, ik hoor weer zo'n ding. Dus ja, oh, kan ik hier niet in? Oh, ik kan er wel overheen. Kijk nou, wat handig. Super handig voor mij. Zo kon ik wel sneller lopen. Ja, ik zie steeds dingen bij die kerk, maar er is weer niks bij die kerk. Kijk, dan snap ik het ook weer niet. Kan ik hier doorheen? Mag ik alsjeblieft hier doorheen? Nee? Moet ik helemaal weer omlopen? Dankjewel, of kan ik er overheen zo? Ik zag dat hier net gebeuren. Kan ik hier op het plantje staan? Kijk nou, ik kan gewoon op de planten staan. Dat is toch goals? Heb ik nu gehackt in de game? Ik heb gehackt in de game, jongens. Oh my god. Wat ben ik toch weer cool nu. Ik zat in de planten, jongens. Ik ben een plantenjongen. Oh my god. Zo, oké. Even bedenken. Hier zijn we in geweest. We zijn in het Witte Huis nu geweest. We zijn bij de kerk geweest. We zouden gewoon nog een huis hier even kunnen bekijken, natuurlijk. Was het hier allemaal? Je kan het niet heel goed lezen. Oh, nu wel. World Famous Mystery Round. Busy Bees. Raffle, you are a winner. Nou, ik heb letterlijk geen idee. Maar, ik kon een winnaar zijn. Waar gaat het bolletje naartoe, jongens? Het bolletje gaat naar binnen. Nou, en raad eens wie daar is al geweest. Roy van Drunen. Waar gaat het bolletje nu heen? Want dan volg ik hem nu wel even. Oké, hij blijft daar rond dwarrelen. Of niet? Nee? Ga nu weer weg. Gaat hij nou heen en weer bij... Oh. De ding gaat af. Nou jongens, ik heb letterlijk geen idee hoor. Dat ding gaat heen en weer...
dwarrelen. Nou ja, we moeten nog wel een naamtje geven, dat ding. Maar we komen nog wel een andere keer bij dat kasteel. Ik wil even bij dit huisje kijken. Want het is super schattig. En er hangen lakens buiten. Dus dat vind ik helemaal leuk. Dus ik wil even naar binnen. Even kijken, we kunnen niet naar de lakens. Kunnen we naar binnen? We kunnen niet naar binnen. Nou, dat kan natuurlijk. Ze hebben wel mooie bloemetjes en plantjes en zo. Super schattig. Wat hebben ze nog in de tuin? Oh ja, een tuinhuisje. Kan ik hierin? Nee, ook niet. Oké, nou, nee, ik denk dat ik ook hier niet in kan. Nee, natuurlijk niet. Ik kan wel hier even kijken. Oh, dit is gewoon een lelijke bank. Een torkel van de IKEA. Zo heet zo'n bank. Echt best wel erg dat ik de naam weet van dat. Dit is een leuk hutje. Nou, ik vind hem best. Niet echt veel boeiend, maar kan gebeuren. Weet je, hij leidt ons echt daarheen. Ik denk dat we er gewoon maar weer heen moeten gaan. Naar het kasteeltje. Kan ik hier overheen? Are you serious? Are you freaking serious? Moet ik helemaal omlopen omdat een godnonde u dat lelijke bossie er staat? Oh my god. Dat meen je niet. Ik word helemaal gek ervan. Oh. Ik ga er dood van hoor. Oh. Ik weet echt niet wat ik aan het zeggen ben. Ik heb echt geen idee, maar dat ding. Wat moet ik nou met dat ding in, hè? Ik weet echt niet wat ik met dat ding moet. Maar in ieder geval, wij gaan dan maar naar de kerk in de volgende aflevering. Want ik ga hier de aflevering weer sluiten. En gaan wij volgende keer weer even bij de kerk kijken. En bij het huisje ernaast. En wat we nog meer kunnen achterhalen. Als jij nou een leuke theorie weet, dan kan ik die beantwoorden in de reactie van de video natuurlijk. In de volgende aflevering. Dus hartelijk bedankt voor het kijken voor deze video. Als je iets hebt te zeggen, doe dan eventjes. En wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken voor deze video. Als je het een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog op deze video. En als je het niet leuk vond, doe dan eventjes nog steeds. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer hier. Samen met mij op avontuur op dit mysterieuze geval. Hier in Everybody's Gone to the Rapture. Oké, jongens, bedankt voor het kijken en bye bye.